Waarom passen deze portefeuilles juist bij u als wethouder? Ja, ik geloof dat ik al ruime tijd economie en middelen voor mijn rekening mag nemen. En omdat het is eindig de capaciteit, als ik zo maar uitdruk, dus daarom is beperkt gebleven dat stedelijke ontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling is gekoppeld aan de portefeuille van Jos Bessems. Ja, volgens mij heb ik echt de portefeuille met het meest duidelijke stempel GroenLinks erop. Ik heb het net nog geappt naar de achterban van nou, hoe groen en rood wil je het hebben? Ja, ik kan hier enorm mijn ei in kwijt. Wanneer je kijkt naar DNA, dan hebben we een aantal zaken hoog in het vaandel staan. Dat is natuurlijk duurzaamheid. Dat is een mooi thema, heel breed, is ook toegelicht. Je vindt het in alle posten van onze coalitieprogramma's terug. Maar dat is ook heel goed centraal geborgd bij met name GroenLinks. Kim zal zich daar goed voor inzetten. Cultuur is een tweede hele belangrijke voor ons. Daar mag ik mij dan graag over buigen. En cultuur waarschijnlijk nog belangrijker is dan economie. Maar daar ga ik nog wel eens over stoeien, ook met Pieter Nekel bijvoorbeeld. Ja. Een ander, de binnenstedelijke ontwikkeling, is toch ook daar mag goed naar gekeken worden. Dat is in het verleden ook gebeurd, maar probeer daar toch een nieuwe schwung aan te geven. Ja. Omdat ik het een interessante portefeuille vind. Dus dat vind ik in eerste instantie een vereiste. Als we het hebben over dienstverlening, dan gaat het erom dat de inwoners beter bediend gaan worden. Ze worden nu al goed bediend, maar ik denk dat het nog beter kan. We moeten luisteren van wat willen ze, op welke manier. Dat kunnen we gaan integreren. En mobiliteit, ja, dat is ook een hele belangrijk item. Naast deze twee punten heb ik natuurlijk meerdere zaken in portefeuille, waar we op een later tijdstip uiteraard nog over terugkomen. Nou, ik heb in het verleden ook mij veel bezig gehouden met jeugd en met jongeren. Ik denk dat ik weet wat daar speelt. En in de jeugdzorg is nog heel wat aan de hand op Zuid-Limburgs niveau. Dat heb ik ook de afgelopen jaren gedaan. Dus daar kan ik naadloos in meegaan, omdat we veel op Zuid-Limburgs niveau doen als we het hebben over jeugdzorg. Op onderwijs is nog het een en ander aan de hand. En de stad moet bruisen. En vandaar die evenementen. En dat past ook bij Berry, denk ik. Om dat op een goede manier te doen. Maar ook op een zakelijke manier die zaak stevig wegzetten. Maar geen sociale zaken? Nee, maar goed. Ik heb parttime dienstverband. En ik kan niet alles doen. Ook nog een parttime dienstverband in Meersen? Nee. Gisteren heb ik mijn laatste dag gemaakt. Dus het sluit naadloos aan. Maar ik ga er natuurlijk daarnaast ook wel een aantal andere dingen doen. Maar wat? Zoals? Wat, dat weet ik nog niet. Dan moeten we kijken wat past. Hè. Maar niet wethouder zijn in een andere gemeente. Want dat mag wettelijk gewoon niet. Zit het geleen krijgt het beste van mij.